legt recyclingbedrijf Wochnum in as. Wethouder Hoorn overleeft debat schilderijenroof. Hilversummers bezorgd over sloopwoningen elektrobuurt. Het nieuws van woensdag 7 september. Goedenavond. 4 miljoen euro schade bij een grote brand in papierfabriek Roelen de Vries in Wochnum. In een loods vatte ongeveer 300 ton papier en karton vlam. 7 brandweerkorpsen uit de omgeving moesten het vuur onder controle zien te krijgen. Het recyclingbedrijf verwerkt jaarlijks 100.000 ton papier en er werken 102 werknemers. In het 54 jaar oude familiebedrijf is nog niet eerder brand geweest. Een zware klap voor een van de eigenaren, Frank Jong. Ik was hier als een van de eerste erbij. En dan stond die hele half van achter al helemaal in de brand. En we probeerden het nog te blussen, maar het werd zo heet. Dat was echt onvoorstelbaar. Heeft u enig idee hoe dit... Ik denk kortsluiting, want het begon achter in die hal. Het begon ergens achterin. En opeens stond het helemaal in de lichte lijn. Was er toen nog iemand binnen? Toen stond er eentje van ons te blussen. En ik stond onder de douche. Ik was hier met 2 minuten, denk ik. En toen was het al, was het al niet meer te houden. De deuren gingen al niet meer open. Ik wou de heftruck nog naar buiten rijden. Ging al niet meer. Dus er is dus nog geprobeerd te blussen in ieder geval? Ja, zeker. De snelweg A7 is gisteravond afgezet omdat er schadelijke stoffen zoals asbest vrijkwamen. Ja, men heeft wel de A7 heeft men dus afgesloten als voorzorg. Daar mochten daar gevaarlijke stoffen overheen trekken. Dat we dus alle risico's wat dat betreft vermijden. Jullie zijn ook flink uitgerukt. Ja, wij bekenden de omvang van het pand. Omdat er ook asbest op het dak zit, heb je een verspreidingsrisico. Dat verspreidingsrisico willen we zo klein mogelijk houden. En daardoor hebben we dus zo hoog mogelijk opgeschaald om daarmee zo snel mogelijk die brand onder controle te krijgen. Volgens de brandweer staat de papierfabriek in een onbewoond gebied en heeft de vrijgekomen asbest geen gevaar voor de volksgezondheid opgeleverd. Vannacht om 2 uur werd het zijn brandmeester gegeven. Het nablussen is vanmiddag gestopt. Het kantoorcomplex en de bedrijfsauto's konden worden gered van de vlammen. De 33-jarige Terry V. blijft voorlopig vastzitten. Hij wordt verdacht van doodslag op de IJmuidense discotheek-eigenaar Peter Poelarens. Vandaag bleek dat het Openbaar Ministerie het onderzoek nog niet heeft afgerond en meer getuigen wil horen. Begin oktober zal de zaak dan in de rechtbank behandeld worden. Terry V. wordt zware mishandeling en doodslag ten laste gelegd. Bij een massale vechtpartij in een strandpaviljoen eind mei zou hij de 44-jarige Poelarens hebben doodgeslagen. Terry V. zelf ontkent elke betrokkenheid. De politie heeft nog geen idee wie de persoon is die dinsdagochtend brandend werd aangetroffen in een bos in Huizen. Het is zelfs een dag later nog niet bekend of het slachtoffer een man of een vrouw was. Het stoffelijk overschot wordt nu onderzocht bij het Forensisch Instituut in Den Haag. Een omwonende werd rond 4:30 wakker van een harde knal en rook daarna een brandlucht. Hij waarschuwde de politie die het brandende lichaam aantrof in het bos langs de Bussumerweg. Inmiddels hebben zich ook andere getuigen gemeld die iets gehoord of gezien hebben. En de politie heeft dinsdagmiddag in Heerhugowaard in het recreatiegebied Geesmerambacht een 42-jarige schennispleger aangehouden. Een getuige meldde eerder dat de man zich kijkend naar 2 meisjes stond te bevredigen. Hij is overgebracht naar het politiebureau. En eenzelfde strafbaar feit is afgelopen nacht in Hoorn gepleegd. Een 29-jarige man uit die plaats parkeerde zijn auto op de Nachtegaal en deed voorkomen alsof hij pech had. Vervolgens bevredigde de man zichzelf ten overstaan van een bewoonster van een woning in de straat. Ook deze schennispleger is aangehouden. 8 maanden celstraf voor de mannen die vorig jaar november een moskee in Huizen in brand probeerden te steken. De 3 stonden vandaag in Amsterdam terecht. De aanleiding was volgens de mannen de moord op Theo van Gogh. Na een avond veel te hebben gedronken kwamen de 3 mannen op het idee om de An-Nasser-moskee in brand te steken. Een wraakactie vanwege de moord op cineast Theo van Gogh op 2 november. Op 6 november rond 4 uur 's nachts gingen ze met een rugzak vol brandbare middelen naar de moskee. Aangekomen werden de jongens aangehouden door bewakers. Alle 3 de verdachten worden verdacht van hetzelfde feit, namelijk het plegen van voorbereidingshandelingen op 6 november 2004 in Huizen. En die waren bedoeld tot het plegen van brandstichting in de moskee An-Nasser in Huizen, op het Gooierserf, dan wel een andere moskee daar in de buurt. En het bestonden uit het voorhanden hebben van een aantal spullen bestemd tot brandstichting, namelijk een fles met brandspiritus, eentje met wasbenzine, terpentine,
een jerrycan met brandstofgel, een lege wijnfles, een aantal lege bierflesjes en wc-papier en een aansteker. Volgens de advocaat van de jongste verdachte, Joris B., verdient zijn cliënt geen straf. Hij heeft vanaf het begin aan het plan getwijfeld en zou een meeloper zijn. Maar uiteindelijk is hij degene geweest die op het beslissende moment is teruggetreden. Zoals dat de wet dat ook noemt, terugtreding. En dat ook heeft geconcretiseerd. Hij heeft geroepen, we lopen door. En hij heeft dat ook gekoppeld aan het feit dat hij het vermoeden kreeg dat er misschien mensen waren. En dat op dat moment als het ware het kwartje viel. Van, ho, wacht even, als we nu verder gaan, dan ontstaat er gevaar. Dat wil ik niet, ik wil niet meer brand stichten. Ik stop ermee. De jongens hebben berouw van de actie en hebben dat in een brief aan de moskee geuit. Ze zijn volgens de advocaat van de oudste verdachte geen racisten of tegen moslims. Nee, het was helemaal niet tegen de Marokkaanse gemeenschap gericht. Integendeel zelfs. Dus het had ook bij wijze van spreken de bakker op de hoek kunnen zijn? Exact. Onder andere omstandigheden had dat de woede van die jongens op dezelfde manier kunnen triggeren. En dat is nou juist eigenlijk zo lastig. Hij werd nu getriggerd door Theo van Gogh. Ja. De officier van justitie heeft voor alle drie de verdachten een straf van 8 maanden cel geëist, waarvan 4 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Ze vindt het belangrijk dat er een signaal wordt gegeven met deze straf. Straks in het nieuws, wethouder Horen overleeft debat schilderijenroof. Rechter roept vechtende AZ-ster Van Galen op het matje. Tegen de 3 hoofdverdachten van de moord op een 29-jarige Marokkaan is 20, 18 en 12 jaar cel plus TBS geëist. Het lichaam van de man werd eind vorig jaar door spelende kinderen gevonden in het Robbenoordbos bij Den Oever. Hij was met een hooivork meerdere malen gestoken. Aanleiding voor de moord was een ruzie over de betaling van drugs. De politie Noord-Holland-Noord heeft veel tips binnengekregen over de aanrandingen op hoogbejaarde vrouwen in Berkhout en Wochnum. Volgens een woordvoerder zit daar mogelijk een aantal bruikbare tips tussen. De dader sloopt de aanleunwoningen van de vrouwen binnen. Sinds de aanrandingen bewaakt een beveiligingsbedrijf de verzorgingshuizen 's avonds. De gemeente Haarlem krijgt ruim 5 miljoen euro voor de aanleg van meer waterpartijen in Schalkwijk. Het geld is afkomstig van het Hoogheemraadschap Rijnland. Momenteel bestaat maar 2% van Schalkwijk uit water. Dat moet in de toekomst 10% zijn, om de volgebouwde wijk met woningen en kantoren aantrekkelijker te maken. In totaal is voor het hele project 40 miljoen euro nodig. Hoewel het beveiligingssysteem van het Westfries Museum in Hoorn in januari door dieven gemakkelijk kon worden gekraakt. 4 dagen voor de inbraak is het systeem nog gecontroleerd en in orde bevonden. We mochten erop vertrouwen dat we een goed systeem hadden, maar geen enkel systeem is onfeilbaar. En dus kwam de wethouder er met een reprimande vanaf. Wel komt er een onafhankelijk onderzoek naar het beveiligingssysteem van het museum. De Hilversumse elektrobuurt gaat tegen de grond. De huizen zijn oud, te klein en de isolatie is slecht. Bijna 200 woningen worden vervangen door nieuwbouw. Ondanks de opknapbeurt is niet iedereen in de buurt er blij mee. Wij bespreken het toch niet meer. Dat zeg ik en toch, dat is zo gek. Waarom helemaal plat gooien? Hoeveel gezinnen dupeer je? Oudere mensen die niet meer terug kunnen komen? Waar plaatsen die? Al dat soort dingen. Denken ze er wel eens een keertje bij aan wat ze nou eigenlijk wel doen? Ik vind het gewoon grof geweld wat ze nu gebruiken. Vreselijk. Echt heel erg. We hebben gewoon een leuk huis, een hele leuke buurt. Dat krijg je nooit meer terug. Dus ik ben er niet blij mee. Wij vinden dus dat het recht dat deze huizen gesloopt worden, omdat wij dan eens eindelijk rechte muren krijgen. Een normaal huis. En als het betaalbaar is, dat we dan terugkomen. Zo niet, dan hopen we dat we een ander leuk huis terugkrijgen waar we wel eens een keer een normaal schilderijtje aan de muur kunnen hangen. Want deze huizen zijn echt glad verrot. De vereniging die heeft ons in de steek gelaten met alles. Met tegemoetkomen, met maken, als er wat gerepareerd moest worden. En dat hebben ze niet gedaan. En dan anders hadden we misschien wel langer kunnen wonen. Want we hebben hier een hartstikke sociale buurt. En dan nog dit. Bij Bad Hoeverdorp is een bijzonder schadelijk beestje aangetroffen. De zogeheten maiswortelkever staat erom bekend hele maisoogsten te laten mislukken. Het ministerie van Landbouw stelt vanaf vrijdag een veiligheidszone rond Bad Hoeverdorp in. In een straal van 4 kilometer rond de vindplaats van de kever gelden strenge maatregelen die verdere verspreiding moeten voorkomen. AZ-speler Barry van Galen staat 1 november voor de politierechter in Haarlem. Hij moet voorkomen voor een vermeende mishandeling op de kermis in Assendelft vorig jaar.
In oktober vorig jaar deden drie Zaankanters aangifte tegen Barry van Galen en zijn zwager na een vechtpartij op de kermis. Een woordvoerder van AZ gaf aan dat Van Galen gehoor zal geven aan de oproep en op 1 november zal voorkomen in Haarlem. Het Nederlands honkbalteam heeft ook de vierde wedstrijd van het wereldkampioenschap gewonnen. Nederland versloeg in honkbalstad Haarlem Brazilië met 7-0. Het was de eerste maal tijdens het WK dat Oranje in Haarlem op bezoek was. En het publiek kwam massaal naar het Pim Mulier Stadion. En die zagen dat Patrick Beljaerts van Kinheim de startende werper was. En dat de Haarlemmer in zijn eigen stad voor de eerste maal in het toernooi mocht gooien, was zuiver toeval. Daar hou je geen rekening mee. Ik bedoel, zowel Haarlem als Rotterdam staan en waar we spelen, daar voelen we ons erg op ons gemak. En natuurlijk is het een mooie bijkomstigheid dat Patrick inderdaad zijn eigen stadion gooit op zijn eigen heuvel. Wat hij natuurlijk allemaal wel gewend is en herkenbaar is voor hem. Maar dat is niet de reden waarom we hier wel laten starten. Beljaerts gooide een prima wedstrijd, kreeg slechts 2 honkslagen tegen en stuurde maar liefst 7 Brazilianen terug naar de dugout. Hij werd dan ook na afloop uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de wedstrijd. Ja, daar heb ik van gedroomd eigenlijk, weet je wel. WK in eigen land, dan hoop je toch op een gegeven moment dat je in je eigen stadion mag spelen, in je eigen stad, met je eigen publiek achter je. Ja, en dat gebeurt dan en dan gooi je zo'n wedstrijd en dan word je MVP. Ja, helemaal top. Als de eerste bal gelijk is waar je hem wil hebben, dan is dat wel heel belangrijk. Ja. Loop je meteen eigenlijk te klooien vanaf het begin en steeds achter de feiten aan te lopen. Ja, dat wordt alleen maar moeilijker en dat gebeurt gelukkig niet. Na 7 innings mocht Beljaerts gaan zitten. Hij had zijn klus gedaan en zag in de resterende innings zijn ploeggenoten de 4e overwinning van het toernooi boeken. Oranje maakt een prima start op het WK en lijkt op weg naar de kwartfinale. Beter kan het niet. We hebben 4 gespeeld en 4 overwinningen. En ook ja, toch wel redelijk overtuigend de wedstrijden gewonnen. Dus dit is inderdaad een mooie start dit. Vrijdag speelt Nederland weer in Haarlem. Dan is Canada de tegenstander. En met de sport beëindigen we het nieuws van woensdag 7 september. Voor meer nieuws kunt u morgenochtend vanaf 6 uur weer afstemmen op Radio Noord-Holland. Daarnaast kunt u voor het laatste nieuws en het weerbericht kijken op internet www.rtvnh.nl. Ons eerstvolgende bulletin is er donderdagmiddag weer om 5 uur. Bedankt voor het kijken en een fijne avond. Heeft u tips voor onze nieuwsredactie? Bel dan 020 8505 404... of mail naar tips@rtvnh.nl. Zal ik uw naam zingen, meneer? Wat zeg je, schat? Zal ik uw naam zingen, meneer?